Het leven van een blanke politieagent neemt een onverwachte wending wanneer hij 6 ongewenste zwarte meisjes adopteert. Hij wist niet dat zijn daad van vriendelijkheid zou leiden tot een reis van liefde, uitdagingen en de ultieme vorm van terugbetaling. John en Sarah zaten aan hun keukentafel klaar om een beslissing te nemen die de loop van hun leven voor altijd zou veranderen. Ze wilden al jaren een kind en toen het niet kwam, besloten ze een andere weg in te slaan om ouders te worden. En slechts een paar uur eerder hadden ze een wanhopig telefoontje gekregen van een maatschappelijk werker met wie ze close waren geworden. Ze had hun verteld over 6 zwarte zussen die niemand wilde, die al langer dan een jaar in een weeshuis zaten. De maatschappelijk werker hoopte hen bij elkaar te houden, maar het vinden van een adoptiegezin dat bereid was 6 meisjes in huis te verwelkomen, bleek moeilijker dan ze hadden verwacht. Als er binnen een week niemand opdaagde, zouden ze gescheiden worden. John en Sarah voelden zich enorm onvoorbereid op de taak die voor hen lag, maar tegelijkertijd waren ze vastbesloten om deze meisjes te voorzien van de liefde, stabiliteit en steun die ze verdienden. Dus, zodra de zon weer opkwam, pakten ze de telefoon op en vertelden ze de maatschappelijk werker dat ze bereid waren om die 6 ongewenste zwarte zussen te adopteren. Het adoptieproces verliep niet zonder obstakels. John werd met skepsis en zelfs vijandigheid geconfronteerd door sommige leden van zijn gemeenschap. Ze twijfelden aan zijn beslissing, vroegen zich af waarom hij zo'n verantwoordelijkheid op zich zou nemen, vooral gezien de raciale dynamiek die meespeelde. Sommigen suggereerden zelfs dat hij zijn eigen soort verraadde door zwarte kinderen te adopteren. Maar John bleef standvastig in zijn overtuiging. Hij wist dat liefde geen kleur had en dat deze meisjes net zozeer een familie nodig hadden als elk ander kind. Met Sarah aan zijn zijde baanden ze zich een weg door het bureaucratische doolhof van het adoptieproces, waarbij ze talloze vergaderingen bijwoonden, eindeloze papieren invulden en grondige achtergrondcontroles ondergingen. Eindelijk brak de dag aan dat John en Sarah voor een rechter stonden, hun harten gevuld met verwachting. Eén voor één kwamen de 6 meisjes de rechtszaal binnen, hun ogen gevuld met een mix van hoop en onzekerheid. Terwijl de rechter de adopties definitief verklaarde, stroomden de tranen over de gezichten van John en Sarah. Ze omhelsden elk meisje, fluisterend beloftes van liefde en een thuis voor altijd. John en Sarah besloten de meisjes nieuwe namen te geven die hun frisse start symboliseerden en het begin van een nieuw hoofdstuk in hun leven markeerden. Met input van elk meisje kozen ze zorgvuldig namen die betekenis hadden en hun unieke persoonlijkheden vertegenwoordigden. De oudste werd Janelle, een naam die God is genadig betekent. Jessica, de kunstenaar, werd vernoemd naar Sarah's grootmoeder, een vrouw bekend om haar creativiteit en vriendelijkheid. Jasmine, de danseres, werd vernoemd naar de geurige bloem als symbool voor gratie en elegantie. Jennifer, de boekenworm, werd vernoemd naar de favoriete auteur van John, als knipoog naar haar liefde voor verhalen. Julia, de dierenliefhebber, werd vernoemd naar Julia Butterfly Hill, een milieuactiviste die John en Sarah inspireerde. En kleine Jade, de jongste, werd vernoemd naar de kostbare groene steen, wat zuiverheid en nieuw beginnen vertegenwoordigt. John wist dat de weg voor hen niet gemakkelijk zou zijn. Hij en Sarah zouden de complexiteiten van het opvoeden van 6 meisjes moeten navigeren, terwijl ze de maatschappelijke vooroordelen die nog steeds bestonden onder ogen zagen. Maar op dat moment, terwijl hij in de ogen van zijn nieuwe dochters keek, voelde John een onwankelbare vastberadenheid. Hij beloofde de vader te zijn die ze verdiende, hen te voorzien van elke kans en hen onvoorwaardelijk lief te hebben. Terwijl John en Sarah zich settelden in hun nieuwe leven als ouders van 6, realiseerden ze zich al snel dat de uitdagingen veel verder reikten dan de gebruikelijke beproevingen van het opvoeden van een groot gezin. De eerste hindernis kwam in de vorm van tegenstand uit de gemeenschap. Wanneer ze met hun dochters op pad gingen, werden ze geconfronteerd met een stortvloed van nieuwsgierige blikken, gefluisterde opmerkingen en zelfs openlijke uitingen van afkeuring. In het buurtpark, waar John de meisjes vaak mee naartoe nam om te spelen, hoorde hij een groep ouders roddelen over zijn ongebruikelijke gezin. Waarom zou hij zoveel zwarte kinderen adopteren? Vroeg een moeder, haar stem doordrenkt van minachting. Wist hij niet hoe moeilijk het voor hen zal zijn om hierin te passen? Vroeg een ander toe. John voelde een mix van boosheid en frustratie in hem opkomen, maar hij behield zijn kalmte voor het welzijn van zijn dochters. Zelfs sommige van John en Sarah's beste vrienden en familieleden uitten hun bedenkingen. Sarah's moeder, die altijd ondersteunend was geweest, trok haar op een dag apart en uitte haar bezorgdheid. Weet je zeker dat je hier klaar voor bent? 6 meisjes opvoeden is al moeilijk genoeg, maar met hun achtergronden en de manier waarop de samenleving is? Ik wil gewoon niet dat je te veel hooi op je vork neemt. Sarah verzekerde haar moeder beleefd maar vastberaden dat ze vastbesloten waren om een liefdevol thuis te bieden voor hun dochters, ongeacht de uitdagingen. Op het werk werd John geconfronteerd met een ander soort obstakel.
Als politieagent was hij altijd trots geweest op zijn integriteit en toewijding aan het dienen van zijn gemeenschap. Echter, sinds de adoptie merkte hij een verandering in hoe zijn collega's hem behandelden. Sommige van de oudere agenten stelden zijn oordeelsvermogen openlijk in twijfel. "Je hoort bij ons te zijn, John," merkte een van hen op. "Hoe kun je onpartijdig zijn als je een huis vol met hen hebt?" De gedachte dat zijn blanke collega's geloofden dat zwarte mensen automatisch aan de andere kant van de wet stonden, deed zijn bloed koken. En toch was hij vastbesloten om hen allemaal ongelijk te bewijzen. Zijn dochters waren geen toekomstige criminelen, het waren onschuldige kinderen die alles verdienden waar hun blanke leeftijdsgenoten vanzelfsprekend van genoten. Echter, de financiële druk van het opvoeden van 6 kinderen begon ook zijn tol te eisen. Met de diverse behoeften van de meisjes, waaronder therapiesessies voor degenen die te maken hadden met traumatische ervaringen uit het verleden, en de kosten van een groter huis en een busje om een groeiende familie te accommoderen, merkte John en Sarah dat ze tot het uiterste werden gedreven. Ze bezuinigden op luxe en deden een beroep op hun spaargeld, vastbesloten om hun dochters van alle kansen te voorzien. Het navigeren door de culturele verschillen en het helpen van hun dochters om een sterk gevoel van identiteit te ontwikkelen, bleek een andere uitdaging te zijn. John en Sarah deden bewust moeite om meer te leren over de zwarte cultuur door deel te nemen aan gemeenschapsevenementen en advies in te winnen bij zwarte vrienden en buren. Ze moedigden hun dochters aan om hun erfgoed te omarmen, maar stonden ook voor momenten van onzekerheid wanneer culturele botsingen zich voordeden. Naarmate de jaren verstreken, keken John en Sarah met trots toe hoe hun dochters uitgroeiden tot volwassen, succesvolle vrouwen. Nu, in hun begin 30, bleven de zussen net zo hecht als altijd. Ze kwamen regelmatig samen voor gezinsdineetjes, waarbij ze herinneringen ophaalden aan hun kindertijd en de vreugde en uitdagingen van hun volwassen leven deelden. Tijdens een van deze diners kondigden Jasmine en Julia, beide stralend van opwinding, aan dat ze verloofd waren en van plan waren om een gezamenlijke bruiloftsceremonie te houden op dezelfde datum. De familie barstte los in gejuich en felicitaties en de bruiloftsplanning begon serieus. Echter, Jasmine en Julia kozen voor een eenvoudige, intieme ceremonie in de achtertuin van hun ouders, omringd door de mensen die hen door elke uitdaging hadden gesteund. Terwijl ze hun gelofte uitwisselden, vervuld van emotie, wisten ze dat de ware viering niet de bruiloft zelf was, maar de liefde en veerkracht van de familie die ze zo hard hadden beschermd. John en Sarah keken toe met vochtige ogen, hun harten vervuld van trots en dankbaarheid. Ze hadden talloze obstakels en vooroordelen doorstaan om dit gezin op te bouwen. En nu, terwijl ze hun dochters samen zagen staan, verenigd in liefde en doel, wisten ze dat elke opoffering het waard was geweest. Ze hadden hun dochters niet alleen een thuis gegeven, ze hadden hen een erfenis van liefde, kracht en het onwankelbare geloof gegeven dat familie niet wordt gedefinieerd door bloed, maar door de onbreekbare banden van het hart. En al snel zou hij ontdekken hoezeer zijn eigen dochters zich aan die banden vastklampten. John was al 20 jaar lang een baken van kracht voor zijn familie geweest. Maar toen hij zijn pensioen naderde, verwoestte een verwoestend ongeluk zijn wereld. Het was een zonnige middag toen hij betrokken raakte bij een gewelddadige botsing. De impact was zo ernstig dat hij levensveranderende verwondingen opliep, waaronder verlamming van zijn onderlichaam. Terwijl John in het ziekenhuisbed lag, tolde zijn geest van implicaties van zijn toestand. De artsen gaven een sombere prognose. Hij zou waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. De fysieke pijn was ondraaglijk, maar bleek niet op te wegen tegen de emotionele turbulentie die volgde. Om de zaak erger te maken, stelden de omstandigheden van het ongeluk de dader in staat om verantwoordelijkheid te ontlopen. De bestuurder die de botsing had veroorzaakt, slaagde erin om door juridische mazen te glippen, waardoor John de gevolgen moest dragen. Met oplopende medische rekeningen en gedwongen vervroegd pensioen verslechterde zijn financiële situatie snel. Zijn verzekeringsdekking bleek hopeloos ontoereikend te zijn en zijn spaargeld en pensioen slonken in een alarmerend tempo. John worstelde om de hypotheek op het huis te betalen waar hij zo hard voor had gewerkt om voor zijn gezin te zorgen. De eens zo sterke man voelde zich nu hulpeloos en verslagen, terwijl hij toekeek hoe zijn leven voor zijn ogen afbrokkelde. Desondanks koos hij ervoor om de omvang van zijn financiële problemen voor zijn familie verborgen te houden en de last alleen te dragen. Echter, zijn dochters begonnen de spanning op het gezicht van hun vader op te merken. Jasmine stuitte op achterstallige rekeningen en voelde de last van zijn zorgen. Toen ze haar vader ermee confronteerde, eiste ze de waarheid en John brak eindelijk, waarbij hij de wanhopige situatie onthulde waarin hij zich bevond. Zonder dat hij het wist, had zijn dochter Jessica achter de schermen onvermoeibaar gewerkt. Getrouwd met een bekwame advocaat genaamd Troy, had Jessica haar man in vertrouwen genomen over het ongeluk van haar vader en de ontduiking van gerechtigheid door de dader. Gedreven door liefde en een vastberadenheid om haar vader te beschermen, begonnen Jessica en Troy aan een missie om een juridisch vacuüm te vinden om de dader verantwoordelijk te houden. Met behulp van zijn juridische expertise en uitgebreide netwerk dook Troy in de zaak met onwankelbare toewijding. Hij bestudeerde het bewijs, interviewde getuigen en verkende elke mogelijkheid om een sterke zaak tegen de dader op te bouwen.
Het was een ontmoedigende taak, maar Troy weigerde op te geven, wetende hoeveel het betekende voor zijn vrouw en haar familie. Maanden gingen voorbij en de juridische strijd woedde voort. De dochters van John schaarden zich om hem heen, boden emotionele steun en praktische hulp. Ze namen hem om de beurt mee naar medische afspraken, hielpen met huishoudelijke taken en zorgden ervoor dat hij zich nooit alleen voelde in zijn strijd. Uiteindelijk, na een slopende juridische strijd, zegevierde de rechtvaardigheid. Door het nauwgezette onderzoek van Troy en overtuigende argumenten oordeelde de rechtbank in het voordeel van John. De dader werd bevolen om alle medische kosten van John te dekken en hem te compenseren voor de toegebrachte schade. De overwinning was een keerpunt voor de familie. Echter, het geld zou alleen in termijnen komen en dat was niet genoeg om de dreigende hypotheek af te lossen. Dat is toen de dochters van John iets ongelooflijks deden. Verenigd in hun liefde en vastberadenheid bundelden ze hun middelen om de resterende hypotheek op het huis van hun vader af te lossen. Ze weigerden hem het huis te laten verliezen dat zoveel dierbare herinneringen bevatte. Terwijl John in zijn woonkamer zat, omringd door zijn dochters, werd hij overweldigd door dankbaarheid en liefde. Tranen stroomden over zijn gezicht terwijl hij getuige was van de ongelooflijke kracht en eenheid van zijn familie. Hij had nooit verwacht dat zijn dochters hem zouden terugbetalen voor het adopteren van hen. En toch was hij ongelooflijk ontroerd door de diepte van de dankbaarheid die ze jegens hem voelden. Hun onwankelbare steun en felle vastberadenheid hadden hem niet alleen gered van financiële ondergang, maar ook zijn vertrouwen in rechtvaardigheid en de kracht van familie hersteld. Terwijl hij rondkeek naar de gezichten van zijn dochters, Janelle, Jessica, Jasmine, Jennifer, Julia en Jade, realiseerde John zich dat de ware rijkdom in zijn leven lag niet in materiële bezittingen, maar in de onvoorwaardelijke liefde en steun van zijn familie. Ze hadden samen de storm doorstaan en waren sterker en meer verenigd dan ooit tevoorschijn gekomen. Met de juridische strijd gewonnen en de financiële druk verlicht, kon John zich eindelijk richten op zijn fysieke en emotionele genezing. Hij wijdde zichzelf aan revalidatie, vastbesloten om zich aan te passen aan zijn nieuwe realiteit. Zijn dochters waren zijn constante metgezellen, juichten hem toe bij elke mijlpaal en tegenslag. De liefde en steun van zijn familie, samen met de toewijding van zijn medisch team, voedde zijn vooruitgang. Hoewel de weg lang en uitdagend was, vond John kracht in de onwankelbare aanwezigheid van zijn dochters. Stap voor stap begon hij zijn leven opnieuw op te bouwen, geworteld in het onwankelbare fundament van familie en gesterkt door de kracht van veerkracht. John's ongelooflijke reis van het adopteren van 6 ongewenste zwarte meisjes en de uitdagingen die ze samen hebben doorstaan is een getuigenis van de kracht van liefde en familie. Hoe ver zou jij gaan om een liefdevol thuis te bieden aan een kind in nood? Zou je iets terugverwachten? Laat het ons weten in de reacties. We hopen je snel weer terug te zien met de volgende video.